Deze tips gaan over hoe je handcreme makkelijk aanbrengt. Dit is Myrna van Silk Heaven. En zoals je ziet heb ik natuurlijk ook schrale handen. Hebben we allemaal last van met veel wassen. En als je dus een handcreme brengt, deze is bijvoorbeeld met zijdeproteïne. Breng hem dan op de bovenkant van je hand aan. Dus niet in je handen, maar erop. Want daar is het meeste nodig. En smeer dan de handen in met de ruggen tegen elkaar. Zo worden de crème het meest opgenomen op de plaatsen waar je hem nodig hebt. En dan kan je daarna nog even over het geheel gaan. En zo komt hij op de plaatsen waar je hem hebben wilt. Heb je nou een tube? Op een gegeven moment krijg je de inhoud er niet meer uit. Dus wat je dan doet om het laatste stukje te gebruiken. Dus je knipt zo bijvoorbeeld op de helft als de tube bijna leeg is. Knip je hem door midden. En het bovenste stuk wat dan ontstaan is, dat gebruik je dan eigenlijk als dekseltje over de tube heen. En als je hem open hebt, dan kan je ze wel hier met je vinger nog bij om een crème eruit te halen. En hier. En op die manier kan je gewoon volledig je product benutten. Wanneer je hem eenmaal hebt opengeknipt, gebruik hem dan wel binnen 1 of 2 dagen op. Want dan droogt het natuurlijk toch snel uit.